genomen. Anneleen, dankjewel Vicky. Beste schaduwrapporteurs ook en beste collega's. We zitten inderdaad, Vicky heeft het al opgemerkt, vandaag voor een tweede keer samen om de amendementen te bespreken die ingediend werden naar aanleiding van inderdaad de studie die door onze commissie is besteld. Het is een minder makkelijk proces geweest dan ik zelf eerlijk gezegd op voorhand had gedacht. Het rapport had inderdaad al in juli eigenlijk in commissie gestemd moeten geweest zijn. Maar oké, we hebben dan die tweede deadline voor amendementen gehad. Daardoor hebben we een beetje vertraging opgelopen. Maar ik hoop dat we toch morgen tijdens de stemming het proces tot een goed einde zullen kunnen brengen. Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om iedereen te bedanken die amendementen heeft ingediend, die ook de input geleverd heeft voor de debatten en op de voorstellen van compromisamendementen en zo die we gedaan hebben. Nog deze voormiddag hebben we samengezeten met alle schaduwrapporteurs om een aantal belangrijke punten te bespreken. Ik denk dat we daar zeer efficiënt en constructief te werk zijn gegaan. En hopelijk komen we zo tot een zo breed mogelijk gedragen tekst. Ik heb het al tijdens de vorige besprekingen ook aangehaald. Het is voor mij belangrijk dat we een rapport maken dat de regelgeving in de interne markt verbetert. We moeten duidelijk weten wat we willen bereiken met Europese regelgeving en ook goed nadenken over de manier waarop we die doelstellingen willen bereiken. Het naleven van het principe van subsidiariteit, onderbouwde en geactualiseerde effectbeoordelingen, het raadplegen van stakeholders, volledige en correcte uitvoering van wetgeving, efficiënte handhaving en constante evaluatie staan daarbij centraal. Ik hoop van harte dat we ook vanuit IMCO morgen een sterk signaal kunnen geven aan de burger dat ook wij vanuit IMCO willen werken aan sterke kwalitatieve Europese regelgeving. Regelgeving die stimuleert en niet frustreert. Ik hoop dan ook dat we morgen allemaal zullen stemmen met dit doel voor ogen. Zelf heb ik in de tweede wave, om het zo te noemen, geen nieuwe wijzigingsvoorstellen ingediend. En voordat ik met veel plezier het woord geef aan de andere schaduwrapporteurs, wil ik graag twee personen in het bijzonder danken. Ten eerste mijn assistent, Anne-Sophie, voor alle hulp. En ook in het heel bijzonder Cameron, de ECR-adviseur, die van zeer, zeer grote hulp zijn geweest. Dank u wel, alle twee. En dan geef ik nu graag het woord aan de anderen om hun input te geven.